Welkom in mijn keuken. Vandaag een grote dag. Harry's rijsthapje. Ja, ik was dat recept kwijt en hup, toen heb ik het van de week dus gevonden. En ik denk, oh, maar dit moet ik heel snel aan jullie laten weten. Harry's rijsthapje. Nou gaan we. Hup, eerst een beetje olijfolie in de pan. We beginnen met de kip. Ja, kip van. Dit is voor twee personen. Dus ben je met meer, dan neem je gewoon meer kip. Lekkere kleine stukjes en dan gaat de pan in. En dan gaat natuurlijk een beetje zout op de kip. Hoor je het lekker spetteren? Ha, het begin van Harry's rijsthapje. Ja, ta ta da 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 ta da ta ja ta ta da 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 da. Wat een lol, hè, dat koken. Ja, 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 ja. Kip is klaar. En die gooien we dan apart in een pan. Hup, dekken we toe. En we gaan door met de paprika. Zo, nou, die zijn klaar. Hup. En die gaan bij de kip. Ah, die gaan gewoon lekker bij de kip zitten. Zo. Hoogste tijd voor, ja, champignons. Daar gaan we. Ja, die champignons die moet je even lekker gaar laten worden. Hè. Meestal komt er nog wat vocht uit en zo. En dan laat je die vocht een beetje verdampen. En dan heb je heerlijke champignons. Klaar, de champignons gaan ook het pannetje in. Even toedekken en die gaan even rustig in de wachtkamer. De saus, let op. Het begint met 300 milliliter kippenbouillon. Kijk, en daar komt van alles bij. Goed opletten en goed opschrijven. En maak niet dezelfde fout die ik heb gemaakt, dat je het kwijtraakt. Want dit recept moet je bewaken met je leven. En goed bewaren. Sesamolie, daar beginnen we mee. 2 theelepels. 2 theelepels met sojasaus. Volgende op de lijst, citroensap. 4 theelepeltjes. En, ja, cayennepeper voor de lekkere bite erin. 1/4 theelepeltje. Tijd voor mosterd. 1 eetlepel. Gaat ie. Flap. Oh, jongens, jongens, jongens. Ik verheug me er zo op om dit straks te gaan proeven. Ha, ja! Voor een beetje zoet. Honing. Ja, lekker. Dat is lekker. Dat geeft zo'n heerlijke smaak, die mosterd. Met die honing. Oeh, ja, 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 ja. Ook 1 stevige eetlepel hè, erin. En dit maakt het helemaal af, hè. Ja, pindakaas. 2 eetlepels. Kijk, en dan zit alles erin. En nu komt de staafmixer. Ja, 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 ja. Het is echt goud! Ja, zo lekker! Nou, die jongens in de wachtkamer, ja, die zijn klaar met al die saaie blaadjes lezen natuurlijk. En dan komt de saus erbij. Die gooi je er gewoon bij. Hup! Dat warm je dan een paar minuutjes op. En klaar! En vrienden, het is duidelijk natuurlijk, hè. Het is Harry's rijsthapje, dus er moet nog even wat rijst bij, that's all. En nu ga ik hem even proeven, hè. Ja, ja, daar gaan we. Oh, oh, oh. Ik rook hem al. En het, ai, ai, ai. Ja, jongens, dit moeten jullie heel snel gaan maken.